Jongens, mensen van Hoops Gameplay, welkom een nieuwe aflevering van Minecraft. En je hebt het waarschijnlijk al gezien. Hier is het creeper of niet meer. Nou, ik heb mijn computer erbij gepakt, of mijn iPod en een plaatje. Dit is hem uiteindelijk geworden. Ik vind hem toch best vet geworden. Hij is een beetje simpel, maar ja. Ik hoop dat jullie hem ook vet hebben. Ik hoop dat jullie hem ook vet vinden. En anders heb je dikke pech. Ja, natuurlijk. Ja, dan heb je dikke pech. Vandaag gaan wij, het is misschien niet leuk, maar gaan wij dit even in hout veranderen, want het moet ook gebeuren. En dan is ons huisje weer wat mooier. Eindelijk. Heb ik trouwens nog wat in de furnace zit of zo? Vraag ik mij nu af. Nee, ja, cool, maar dat hoort erin. Dus. Ik zoek een schep. Een schep, een schep, een schep, een schep, een schep, een schep. Oké, ik heb een schep. Hier, ik heb trouwens nog heel veel wol erbij gehaald voor dat. En nu had ik weer te veel. Een soort wel te veel. Shit. Dus dat is pittig. Kut. Zo. Zo. Zo, 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 zo. Nou, die hoeft niet. Oké, wacht. Oké, het is gelukt. Ik had eigenlijk verwacht dat het met mijn faalheid niet zou lukken. Maar het is wel gelukt. Ik wil eigenlijk als eerste deze dikje maken. Want anders is dat kut. Is dat koes. Is dat goed? Dus dat moeten wij dus even dichtmaken. En daarna gaan wij dit even dichtmaken. Nou, maar dit moet ook gewoon gebeuren, weet je. Want als we alleen maar grappige dingen gaan doen, die eigenlijk helemaal niet grappig zijn, dan komen we nooit ergens. En het doel is uiteindelijk toch de Ender Dragon verslaan. Dus ja, waarom gaan we dit niet doen? Hé? Zou je daar niet zo? Kut, dat is helemaal niet nodig. Lekker weer. Dat is weer zonde van mijn hout. Ik haal het daarom ook weg. Ik denk me ineens, oh wacht, dat is pittig zonde van mijn hout. Laat ik het eens weghalen, dacht ik bij mezelf. Zo, daar zit er weer in. En die open ruimte hierachter, dat boeit me helemaal geen flikker. Daarbij zit er toch glowstone in, dus het boeit niks. Er spawnen ook gewoon monsters, dus. Boeien. Weet je wel, daar heb ik echt zo'n... fuck jouw gevoel bij. Sommige dingen boeien me echt helemaal niks, weet je. Dan vertel mensen gewoon wat aan je. En dan van, ja, wat boeit mij dat? Leuk verhaaltje hoor, maar wat boeit mij dat, weet je. Dan heb ik wel een scheidtekel aan. Weet je, vandaag ga ik vertellen waar ik allemaal een scheidtekel aan heb, weet je. Dat is toch weer goede informatie hoor. Dat is toch weer goede informatie. Waar ik allemaal een scheidtekel aan heb. Ik heb een scheidhekel als oudere mensen dan jij gaan zeggen wat je niet goed doet op straat. Ik bedoel, van, je moet wel aan die kant fietsen hoor. Ik bedoel, je hebt misschien wel gelijk, maar let niet zo op me. Dus dan vind ik het ook leuk om gewoon terug te reageren. Gewoon onaardig dan. Ik ben normaal wel gewoon aardig, lief jongetje. Maar gewoon, dat haat ik zo erg. En dan ga ik gewoon terug reageren. Een beetje onaardig. Dat vind ik dan pittig grappig. Altijd. Gewoon. Dat is gewoon een soort hobby van me. Eigenlijk. Wat heb ik nou voor arm? Oh, Jason heeft waarschijnlijk veranderd in Cookie Monster. Boeien. Ik heb hier ook, joh. Ik heb nog genoeg hout, joh. Auw. Auw, dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Pam, 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 oké. Pam, 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 falling damage. Ik speel de laatste tijd, ik weet niet, volgens mij heb ik dat al een keer gezegd, maar Deadpool. En dan heb je geen falling damage en dat is fucking chill. Ik haal dit weg, want dit hout, want dit is toch overbodig. Kijk dan, als ik nu gewoon hier ga staan, dan ga je zo, zo, pam, bam, bam. Je ziet er niks van. Oké, we gaan naar de overkant. Oh nee. Oh, dat ging goed. Ik dacht dat ze nog steeds aan het vallen waren. Kut. Mijn hout. Vaarwel. Ik heb jou nooit gemist. Bam. Oké, een rij is af. Een rij. Nou, dit gaat nog sneller dan ik dacht. Ah, kijk, mijn diamond pickaxe. Ik heb nog volgens mij één diamond. Dan ga ik deze mee repareren. Dat kan niet. Oh, wacht, dan moet die... Oh, god. Oh ja, ik heb water. Vergeten. Ik ben het vergeten.
Ik ben het vergeten. Tyfus. Ik probeer gewoon daar in dat gat te komen, maar dat lukt mij niet. Huil. Niet leuk. Echt niet ook het. Druk weer op het verkeerde knopje en dan krijg je weer die kut cookie monster. Cookie monster. Cookster monster. Oh kut. Godverdomme. Dit is vast heel leuk om naar te kijken. Voor jullie. Dit is vast heel heel leuk om naar te kijken. Bam, we zijn boven. Misschien had je niet gedacht dat het ooit zou lukken. Maar we zijn boven. Oké, boom, 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 boom. Ik zie dit, dus dat gaan wij ook nog even repareren. Ga weg, string. String van een vrouw. Dat ben je, hoor je dat? Dat ben je. Loser, dat ben je, sukkel. String van een vrouw. Goeie, goeie. Oké. Genoeg van die gekke praatjes. We gaan verder. Trouwens, deze kant waar ik nu nog op sta, moet je ook nog gemaakt worden. Dus ja. Ja, moet je ook nog gemaakt worden. Dus ja. Moet je ook nog gebeuren. Dus ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Lalalalalalalalala. Wie kent dat liedje? Dat liedje is fucking grappig. Nou, weet ik. Je kan er eigenlijk volgens mij zelf een tekst op verzinnen. Oh my god, ik word gewhatsappt. Alleen je hoort het niet omdat ik hem op trailstand heb gezet. Dus fuck yeah. Voorbereiding voor de win. Ook al heb ik nog steeds mijn timer niet gezet. Yeah! Dat is gewoon de kracht van Noobs gameplay. Waarom je hier zou moeten kijken, is gewoon dat ik nooit mijn timer zet. Dat is het toch? Ja toch? Daar moet je me gelijk geven. Dat is het gewoon. Kijk, dan heb ik al gelijk deze oude muur af. Ik ben zo geniaal. Zo, ploef, ploef, ploef. Ploef, ploef, ploef. Ploef, ploef. Ploef, ploef. Ploef. Ploef, ploef. Ploef, 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 ploef. Ploef, ploef. Bam! Oké, het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Ik ben nog geen één keer gevallen. Eigenlijk verwacht ik dat wel van mij. Dat ik gewoon gevallen straks. Zoals dit. Maar ik nam geen vallen damage. Godverdomme, moet ik alweer eten? Dit is poep. Maar gelukkig heb ik alleen maar perenpenissen. Dus het komt allemaal wel goed. Weer een hele stek op. Joepie de poepie. Bam. Oké. Volgende stek. Bam. Oké. Hey, even serieus, hè. Er is hier gewoon een vlieg zo asociaal om op mijn computer te gaan zitten. De klerenvlieg. Het is ook zo hatelijk. Ja, ik zou vertellen over wat ik haat. Nou, dat is hatelijk, hoor. Vliegen die gewoon zo asociaal zijn om op je computer te gaan zitten. Dat is hatelijk. Dat is hatelijk. Het is nacht, ik ga slapen. Sleep well, move better. Sleep well, move better. Sleep well, move better. Wow, hij is echt best wel awesome. Alleen dat maakt het niet echt mooier daardoor. Dus dat moet ik toch veranderen. Maar er moet gewoon een gang ergens naartoe zijn. Ik denk dat het misschien iets voor de volgende aflevering is. Waarom hak ik het met mijn hout? Ik heb daar een pickaxe voor. Ik zei pik. Zo. Kom op. Hak. Hak. Pruik. Jij dirtblokje. Jij wilt eraan gaan. Oké, dat gaat niet. Dat gaat ook niet werken. Oké, we gaan gewoon naar boven verdrijven. Weet je? Fuck die shit. Fuck die shit. We gaan gewoon naar boven verdrijven. Fuck die shit. Fuck die shit. We gaan gewoon naar boven graven. Fuck die shit. Fuck die shit. We gaan gewoon. Dat wordt het liedje van 2013. Ik zweer het. Dat wordt het liedje van 2013. Fuck die shit. Fuck die shit. We gaan gewoon naar boven. Oké, dit is irritant.
En nu die, en nu die. Oh ja, oké. Het gaat goed. Bam, bam, bam. Oké. Ik moet weer verder graven. Fuck die shit. We gaan gewoon, volgens mij zit ik hier niet goed. Of wel? Jawel. We gaan gewoon boven graven. Fuck die shit. We gaan gewoon boven graven. Die moet stuk. Die twee. Kasserat. Heet dat in het Egyptisch. Dit is gewoon gratis les, man. Ik geef jullie gewoon gratis filmpjes. Hoef jullie helemaal niks voor te betalen. En dan geef ik jullie ook een gratis Egyptisch les. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Ik ben gewoon aardig. Ik ben gewoon veel te aardig voor de mensheid. Dat is gewoon niet normaal. Behalve als oudertjes dan gaan zeiken. Van, hey, niet op de stoep fietsen. Want dat is niet lief. Dat beschadigt de maatschappij. En dat is niet lief. Van jou. Oh nee, het wordt donker. Dat was die ene tors die alles goed belichtte. Kom aan naar boven. Waar zullen meer? Oh ja, dat is wel grappig. Ik heb zo'n filmpje op YouTube gekeken. En dat is zo'n grappig filmpje over die examen. Want het zijn altijd examens wel gestolen. Weet je wel, je kunt verhalen. Gewoon al die kieve shit. Het wordt allemaal gestolen. En daar hebben ze een cd van gemaakt. En dan al die dingen en teksten veranderd. Nou, niet echt, maar hebben ze gewoon ingesproken. En die teksten hebben ze dan veranderd. Wel van... Weet ik even een liedje zo snel uit mijn hoofd? Weet ik dat? Weet ik er een. Nou, zo snel of niet. Anders had ik hem graag voor jullie gezongen. Deze is voor jullie, had ik dan gezegd. En dan zou ik gaan zingen. Nee! Stom leven. Ik heb trouwens nog maar twee hout in mijn hand. Eigenlijk is het best wel raar dat je gewoon 64 stukken hout in je hand kan hebben. Kom op, ga je nog... Oh, kut. Verdomme. Bijl, kom. Kut, bijl. Dan gaan we maar stoer doen. Zoals dat netjes heet. En dan zul jij nu denken, maar Jonathan, wat ben je daar überhaupt verder mee gekomen? Nou, dat ik er nu bij kan. Pam, zo. En het is niet al van deze kant, moet ook nog. Oké, dan gaan we gewoon hier naar beneden graven. Die, en dan... Pickaxe. Niet met wortel, niet met zwaard, pickaxe. Zo. Het gaat lekker. Het gaat goed. Alleen ik wil die andere rij nog niet doen, want daar zit die trap op. En ik ben eigenlijk veel te lui om dat te maken. Kut. Dat was niet de bedoeling. Dat is weer een kostbare pijl. What the fuck? Poenpoenen. Hallo. Kijk, deze rij staat al helemaal vol. Deze rij is gewoon kut. Wat is dit? Moet toch goed zijn? Het is ook niet goed. Weg. Ik hoor zombie geluiden. Van buiten. Maar ik zit hier ook heel dicht bij de buitenwereld. Dus oh nee. Alles is groeit. Good. Behalve die. Jij vieze buitenstaander. Jij zult nooit weten hoe het is om grote volwassen wortels te zijn. Tenzij je nu even snel groeit. Dit moet ook nog in hout veranderen. Ik ben zo lui. Hou jullie bek. Oh. Oh, twee houtblokjes. Fuck yeah. Oké. Ik heb geen zin om te oogsten. Maar het is wel handig. Fuck yeah, ik doe het gewoon. Bam. Ik trek me ook helemaal niks aan van die monstergeluiden. Want dat doe je me vrij weinig. Ik bedoel, ze komen toch niet binnen.
Ik heb een mooi beveiligd huis. Waar niemand binnen kan treden in mijn koele huis. Met wortels en penen. En ik vind penen ook zo'n hatelijk woord hoor. Penen. Hey, laat ik even mijn penen. Penis. Oké, deze mag weg. Fuck jou. Ja. Zo, dat was het. En dan mijn volgende. Ik heb alweer 64 penen. Penissen. Waarom zeg ik nu ook penen? Ik wil geen penen zeggen. Ik heb gewoon het woord penen in mijn hoofd. Het zijn wortels. In het echt hou ik niet eens van wortels. Ik hou ook niet van pannenkoeken. Ik weet, misschien is het raar. Misschien kan je het niet voorstellen. Maar ik hou niet van pannenkoeken, oké? Het spijt me echt. Sorry. Echt. Ik wou het zo graag anders. Zo, dan deze. Niet eten. Niet eten tijdens het werk. Hop. Good boy. Niet eten. Homo. Stukken homo, weet die cookie monster. Cookie monster moet altijd eten. Als hij het geen cookies, gewoon eten. Stond je net niet gewoon om te zien. Fuck die shit bitches. Het is wel gewoon dag. Hallo buitenwereld. Volgens mij ben ik al meer dan een kwartier bezig. Dus ik ga maar afsluiten. Vond deze video leuk? Doe dan een groen duimpje. Vond deze video leuk? Doe dan ook een groen duimpje. Zie jullie de volgende keer. En dan gaan we, denk ik, iets met deze gang doen. Maar wat? Dat zien jullie dan. Voor de volgende aflevering. Dus. Dat heb ik. Ja. Ik probeer al. Ik heb altijd zo van. Vond deze video leuk? Maar ja, dat heb ik al gezegd. Maar. Dus. Tot de volgende keer dan maar. Doei!